De Rabobank houdt van gezond personeel en daarom is er ieder jaar het Nederlands kampioenschap voor de bankmedewerkers. Zowel mannen als vrouwen streden in Breda met volle overtuiging in een keiharde koers om de Nederlandse driekleur. Het was toch wel een serieuze strijd. Je weet van tevoren niet verwachten, je kan van tevoren niet verwachten wat er onder je collega's zit qua fietsers. Maar het niveau was voor mijn gevoel hoog. Op het Cor Flemmix parcours in Breda werd dus gestreden om de Nederlandse driekleur. 30 ronden voor de mannen en 28 ronden voor de dames. Het is een harde koers en er wordt niet onder de 40 km per uur gereden bij de mannen. Het peloton blijft bijna 30 ronden bij elkaar. Met een paar kleine uitbraakjes, maar die worden snel weer teruggehaald tot een paar ronden voor het einde. Ja, gewoon, ik ben helemaal gek van fietsen. Ik heb altijd gekoerst en ja, het is ook leuk om één keer per jaar weer zijn rugnummer op te spelden. Ja, dat geeft gewoon weer moraal. Dat geeft weer zin aan je trainingen. Ja. En volgend jaar weer? Ja, absoluut wel. Ik heb een paar keer nu al meegedaan. Ja, het is gewoon fantastisch. Hartstikke leuk. Prima organisatie. Ja, hartstikke mooi. Bij de dames is het een ander verhaal. Regina Bruins, die Nederlands kampioen is geworden, blijft in het mannenpeloton ronddraaien. De twee andere dames draaien daar rustig achter, maar het is ook daar onderling een kleine strijd. Kop over kop rijden ze tot de laatste bocht. Ik was de hele tijd een beetje reek vooraan. Dat ik had af en toe wel eens, hey, kom eens even. Maar ze was gewoon heel erg slim, want vlak voor het einde knalde ze me voorbij. Dus ze heeft het heel tactisch gespeeld. Je fietsie met Rabo-medewerkers, ken je ze allemaal? Ik ken een paar collega's die ook bij mijn bank hebben gewerkt. Dus het is natuurlijk leuk als je elkaar zo tegenkomt. Ontdek dat een man uit mijn dorp, uit Hank, ook bij de Rabobank werkt. Dus ja, je maakt toch weer leuk contact met je collega's. Nou, we doen eigenlijk elk jaar mee met het NK wielrennen. Dit is de eerste keer op zo'n baan, dus dat is wel even heel wat anders. Maar ja, gewoon heel erg leuk om een wedstrijd te kunnen doen. Zeg maar. Normaal gesproken dan kun je wel een stukje rijden, maar dan is de weg niet afgezet en dan zit er ook niet het wedstrijdelement in. Dat is toch wel heel erg leuk. Dus het is een hele mooie kans om zoiets een keer te kunnen doen als amateur. Zeg maar. Dus voor volgend jaar, ga je nu trainen en dan weer meedoen? Ja, zeker. Ja, ik ga nu in Nieuwegein wonen, daar hebben ze ook zo'n baan. Dus dan ga ik daar ga ik oefenen, want de bochten vind ik echt heel erg moeilijk. Daar haalden ze me continu in, dus daar moet ik even trainen. En dan ga ik volgend jaar voor de tweede plaats. Nu gaan we keihard trainen natuurlijk. En ja, dan moet die rood-wit-blauwe trui voor mij zijn. Straks naartoe. Bedankt allemaal en tot de